U zegt van, ik geloof niet dat vrouwen uit vrije wil een hoofddoek dragen. Maar ik ken toch echt vrouwen hier in Amsterdam die zeggen, ja, ik draag dat ding omdat ik dat als een statement, of omdat ik dat vanuit mijn religie wil. Die zeggen, dat doe ik gewoon echt uit vrije wil. U gelooft dat helemaal niet? Nee, ik geloof dat niet. En het is niet zomaar dat ik dat niet geloof. Ik denk dat er drie soorten... ik schreef in mijn column gisteren in de Telegraaf dat er twee soorten waren. Maar als ik zelf onderweg naar hier was, werd ik serieus onder druk gezet door kennissen, door verre familieleden, wegens wat ik in mijn column geschreven heb. En dan deed het mij beseffen, er zijn eigenlijk drie categorieën vrouwen, moslima's. Er is een groep dat niks gevraagd heeft, dat ergens bijvoorbeeld importbruiden, mensen die gewoon uit een land van herkomst hier uitgehuwelijkd werden of gewoon door mensen, mannen gehaald werden omdat zij geen vrijgevochten vrouwen willen. Ze willen iemand die de traditie nog altijd respecteert. En die vrouwen zijn in de wijken, die hebben toegang tot niks. Ze gaan heel vaak niet naar buiten, ze hebben geen leven, ze dragen ook niet bij in de samenleving. En we moeten tot die vrouwen komen, we moeten die vrouwen kunnen bereiken, kunnen benaderen en ervoor zorgen dat ze kunnen integreren. We moeten ook zorgen dat er minder gezinsreniging op die manier plaats kan vinden. Migratie goed, controleren en zorgen dat integratie een succes is. Dat is één groep. Een tweede groep, dat zijn vrouwen die denken van dit wil ik niet. Ik wil mij niet. Ik wil geen hoofddoek dragen. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag van mannen, want mannen zouden zich niet kunnen controleren als wij geen hoofddoek dragen. Ik stel vast dat jullie hier allemaal zitten te controleren, want ik heb geen hoofddoek op. Dus als nu die vrouwen die denken dan van, ja kijk, in Europa moeten vrouwen ook een hoofddoek dragen, dat is een symbool van vrijheid. En die proberen dat niet alleen maar voor zichzelf goed te vinden en te dragen, maar ze zien dat ook als iets dat ze moeten promoten. Dat zijn vrouwelijke ayatollahs in Europa, die dan echt de hoofddoek als tool gebruiken om de islamisering van Europa teweeg te brengen. En die vind ik wel gevaarlijk. Ze zijn mondig, ze zijn hoog opgeleid en ze weten zeer goed wat de hoofddoek betekent. Het betekent dat ik niet mag beslissen over mijn eigen seksualiteit. Dat is wel belangrijk, want de hoofddoek is maar een topje van de ijsberg van alle verplichtingen die opgelegd worden aan vrouwen. Je mag niet zonder je broer bij. Je mag gewoon heel veel zaken niet. Je mag niet scheiden. Je zit vast thuis bij een man die misschien niet gekozen hebt. En een laatste deel, dat zijn die vrouwen die in opstand komen. Noem maar, denk maar aan Ayaan Irsiali. Denk maar aan Lale Gül. En ook aan mijn eigen situatie. Als je nu in opstand komt, is het heel moeilijk. Want je wordt permanent onder druk gezet. Door je familie, maar ook door mensen die gewoon voor de islamisering zijn. En dan ben je gedoemd om een leven in eenzaamheid te brengen. Ik voel me soms ook heel erg alleen. Maar wat je ook doet, ben je alleen. Ik huil mezelf ook wel soms om in slaap te vallen, omdat ik dit gewoon heel erg moeilijk vind. En ik kan dus perfect begrijpen dat er vrouwen zijn die nu durven zeggen, ik ben daartegen, omdat het gewoon ontzettend moeilijk is om uit dit te stappen. En dan moeten we die vrouwen helpen om daaruit te komen, maar nooit gaan geloven dat de hoofddoek vrijwillig gedragen wordt. Nooit geloven. Het is gewoon submission als je dat doet. Dus een submission. Dus dan hoef ik u ook niet te vragen wat u vond van de oproep van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme deze week in Nederland, Rabin Baldus. Ik moet goed uitspreken, Baldus Singh, dat hij zei dat politieagenten en BOA's in Nederland vrouwelijk ook een hoofddoek zouden moeten kunnen dragen. Ik hoef u niet te vragen wat u daarvoor vindt. Ja, maar ik zal u toch antwoorden. Ik vind dat gewoon totaal onaanvaardbaar. En ik denk dat als je echt tegen racisme bent en tegen discriminatie bent, dan vraag je toch niet om vrouwen anders te behandelen dan mannen. Dat is een vorm van racisme dat niemand echt aanklaagt. En die persoon zou zich moeten schamen, want dit is gewoon racistisch en discriminerend om vrouwen op die manier te willen stigmatiseren met een hoofddoek, zeker in zo'n functie, als in een rol als je voor de klas staat of een politieagent bent of gewoon ambtenaar bent, vind ik dat je moet aanpassen aan je land. Als je thuis in je eigen keuken staat, mag je natuurlijk doen wat je wil. Maar niet in de openbare